Rutger, Yo! Hallo allemaal, ik ben Rutger en wat tof dat je naar deze nieuwe video kijkt. Ik ben vandaag, ja, nu nog in mijn eentje, maar jongens... Kom er maar bij! Waar is Richard? Yeah! Hallo! Ik wil een keer ergens anders zitten. Ja, ik kom niet maar plat, zo te zien. Nu al chaos! Oh, ja. Richard is niet helemaal meer. Een beetje naar links. Maar, en ik dan? Ja, maar met de stoelen moet je ja. Perfect. Perfect, beroemd word je. We zijn vandaag bijeengekomen omdat wij binnenkort op tournee gaan met z'n vieren. Je zou het niet geloven, maar het gaat echt gebeuren. Komende herfstvakantie zijn we met z'n vieren op tournee met Veurtje Live. Mijn theatershow waar jullie ook in te zien zijn. Eigenlijk onze theatershow daardoor. Yeah. In de herfstvakantie zijn we in 16 of 15. In de herfst... 14 hoor. 15. 7. Oh, jongens, 15. Volgens mij 17. 15. Ja. Ik denk dat het het beste is als jullie het even tellen. Mocht je je kaartje nog niet hebben, check dan zeker eventjes veurtjelive.nl voor alle informatie. En youtube.com/aandenies. Jongens! Maar vandaag, nee. Morgen. De komende tijd zijn we heel veel samen, dus ik dacht vandaag gaan we er een beetje kijken of we elkaar goed kennen en of we elkaar goed kunnen inschatten. Dus we doen de, ik moet even kijken hoe het ook weer heet. Most likely. Ik kon er niet opkomen. We spelen vandaag Wie zou er als eerste? En daarvoor hebben we deze geweldige bordjes. We hebben allemaal stellingen bedacht. Wie zou er als eerste? Oh. Puntje, puntje, puntje. Oh. Jij natuurlijk weer niet. Dat mag ik nog even doen. Die gaan we zo meteen aan elkaar voorleggen. En vervolgens schrijf je de naam op wie je denkt dat dat als allereerste zou doen. En dan kijken we wel of we elkaar een beetje goed kunnen inschatten. Spannend. Ja. Dit is een vraag over onhandigheid. Oké. Okay. Wie zou er als eerst per ongeluk een parkiet laten wegvliegen? Wat is dit nou? Ja, dat je de kooi open laat staan. En oh, ik weet het wel. Waarom Denise? Ja, ik dacht, ze heeft zelf een pakiet laten wegvliegen. Toetsie kwam dat. Oh. Ja. De kat had de kooi open gemaakt. Ja. Okay. Gaan we naar de volgende. Wie zou er van ons als eerste botox gebruiken? Oh, dat is een erg vraag. Oh. Maar ik denk dat ik het weet. 3, 2, 1. Oh, wat erg. Ik heb mezelf. Oh, allemaal echt. Ik heb jij hebt ik. Ik wilde geen botox gebruiken, maar ik denk als ik nou echt iets straks heb, wordt lastig van hangende dingen of zo, dan doe ik dat. Ja, maar dat is geen botox hangende dingen. Dat is je laten snijden. We hebben elkaar. Ja, ik ben wel benieuwd waar. Nou, heel vaak zeg je het van, och, nee, beginnen. Och. Dat is waar, maar ik probeer voorbeelden van oudere dames te hebben, waarvan ik denk, oh mamie, ja. En dan denk ik, lief. Ja, en dan denk ik, nou, dat is helemaal mooi. Ik weet niet of ik het zou doen. Nou ja, misschien voor die rimpels. Nou, hallo. Oké, volgende. Oh, ben ik dan, of niet? Wie van ons zou er als eerste een scheet laten in de trein? Waar mensen bij zijn. Dat weet ik ook weer. Ik heb hem. 3, 2, 1. Ik ben juist degene. Ja, echt? Ho. Ik kan je vertellen. Stop. Die van Rutger die flappen eruit en dan zegt hij helemaal niks. Wow. Als ik er eentje laat, dan zeg ik het altijd heel eerlijk. Dit is erg. Ga het even wat verzachten. Want ik zie het meer als durven. Je moet het maar durven. Ja, maar het is een compliment. Ja, jij durft dit. En het ook, nee, maar ik denk dat Rutger dat durft. Wie zou als eerste meedoen aan het Songfestival? Oh. Moet je iets kunnen? Ja. Dan doe ik even iemand anders. Ja, 3, 2, 1. Ik heb Denise. Ik was eerst al. Ik was eerst al. Maar Denise denkt heel snel dat ze talent heeft. Nee, kijk, ik zou het heel graag willen, maar ik denk dat jij dan net de iets schaamtelozer bent dat je het ook echt doet. Ik denk dat ik het niet durf uiteindelijk. Nee, dat is waar. Ik zou het 100%. Nee, maar als duo, dat is leuk. Ja, maar als duo. Werk, ik help jou er doorheen. Maar jullie kunnen alle twee niet zingen. Hoe moet dat dan? Rutger kan zingen en grapje. Ik kan heel goed dansen. Nee, dat was zielig. Heel erg. Jongens, nu kunt de
kan de showsteamer doorgaan ja. door deze ruzie? Ik zei grapje. Dit is een Kijk hele grappige luiden. Vraag, vind ik zelf. Wie zou er als eerste iets durven vragen aan Maarten van Rossum als je hem tegenkomt? Oh. Ik weet het al, hoor. Oh, ik weet het. Ja! Oh! Ja, ja, Richard denk ik ook wel. Ja, ik vind hem heel grappig. Ik ook wel. Zou jij echt durven? Ja, tuurlijk. Altijd als we iemand bekend tegenkomen, al ben ik met jou. Niemand durft iemand dat toe te nemen. Daarom heb ik jou begrepen. Altijd jij met Chantal Jansen, moet ik het zeggen. Dus niet stoer doen in de video, want dit echt durf ik niet. Nee, Richard durft niks. Goeie was dit, het was een goede. Okay. Leuke vraag, hè? Ja, leuk. Volgende. Heel goed. Wie zou er als eerst een tatoeage nemen ter promotie van Virtual Life? Rutger. Oh. Rutger, ja. Thomas, ik? Ja, tuurlijk. Ja. Zou ik dat doen? Ik dacht, je weet nooit. Nee joh, alleen ter promotie van mijn eigen kanaal zou ik het wel doen. Hey, ik heb mezelf opgeschreven. Dus dat ja, maar jij... Heb je het gedaan? Nee, maar jij zou dat... Hij heeft het gedaan. Ja. Virtual Life. Heel leuk. Kijken. Jullie moeten gechoqueerd reageren. Heel mooi. Het is echt heel cool. Het, jullie hoorden nu... Oh, oh. Deed pijn. Erg pijn deed het. Mooi. Wauw. Heel erg pijn deed het, maar het was het allemaal waard. Als je een lift ingaat, dan heb je een knopje om de deuren dicht te doen. Wie van ons vieren zal als eerste, als je in zijn eentje in de lift staat, dat knopje indrukken? Oh. Om alleen in de lift te kunnen staan. Terwijl er mensen aankomen lopen. 3, 2, 1... Ik heb de Denise. Ja. Oh, ja. Jij hebt ook gedaan. Ja. Dat doe ik inderdaad. Ik weet niet waarom, maar ik denk gewoon dat Denise dat doet. Klopt, ik vind dat irritant. Ik heb dat ook al een paar keer gedaan. Zit, ik doe het weg. Altijd. Ik wou net zeggen, wie zou er als eerste van een rots afvallen, omdat hij zo'n mooi mogelijke selfie probeert te maken? 3, 2, 1. Thomas. Oh, ik Denise. Heb ook mezelf. Alle drie. Oh, no. Dat is toch zo? Nee. Ja, nee, dat is wel zo. Het kan ons allemaal het voorkomen. Kan. Wie zou er als eerst van ons vieren naar een paragnost gaan? Dat je vraagt over je leven en je zo. Je toekomst en zo. Ja. 3, 2, 1. Thomas. Richard. Oh, wat erg. Thomas. Ja. Drie keer. Ja! Oh. Ik weet niet waarom ik eigenlijk niet veel zin heb. Omdat ik nog. Niemand had nog Richard's naam opgeschreven. Oh, ja, inderdaad. Bijna niemand. Ik had nog geen één keer Richard opgeschreven. Ik vond het wel zielig. Maar jij hebt meer jezelf opgeschreven dan iemand anders. Inderdaad. Ja, het is elke keer Rutger. Ga weg. Probeer ik aardig te doen. Nee, maar ik herken mezelf inderdaad wel in. Volgende ik geloof daar wel in ofzo. Ik vind het wel interessant. Ik vind het ook heel wat dat jullie mij niet hebben opgeschreven. Nee, jij bent een paragnos zelf. Dat is waar. Sorry. Oh, ik weet het al, denk ik. Ja, Denise. Oké. 3, 2, 1. Nou, vertel. Wie? Zou er het langst in de stad blijven lopen? Dus gewoon door blijven lopen. Als wandeling? Of? Nou, gewoon. Als terwijl je per ongeluk in je broek hebt gepoept. Hè? Nou, jongens, ik ben dit dus nu aan het editen en ik heb geen idee waarom ik dit nou zo grappig vond. Sorry dat ik leef. Ik snap hem ook. Ja, maar wie zijn er nou per ongeluk in zijn broek? Ja, stel je voor, het overkomt je. Het is toch overduidelijk dit? Ja, nou, heel erg. Nee! Nee! Oké. Oké, 3, 2, 1. Richard! Wat wil je nou doen? Ik begrijp er niks van. Nee, maar ik heb het ook positief. Ik denk dat Richard er best kan verbloemen. Gewoon. Ja, goed luisteren. Dit is een erg erotische vraag. Wie van ons vieren zou als eerste een zwerver zoenen? Nou, maar dat weet iedereen al. 3, 2, 1. Denise! Waarom heb ik zo Oh nee, ik ben heel van VPN, ik zou dat nooit doen. Ja, maar het is ook een ander, ik ga dat nu niet uitleggen. Nee, dat maar... krijgt dat, ook al zou je doen, ik knip het eruit, jij hebt met een zwerver gezongen. Wil je dit verhaal omhoog, dan doe ik een duimpje omhoog. En bij de 20.000 duimpjes gaat Denise het verhaal omhoog. Nee, hashtag Arno. Een aanranding, dat is niet leuk. Wie vindt dat hij een standbeeld verdient in de stad waar hij geboren is? Oh. Nou, ik weet alweer hoe dit gaat. 3, 2, 1. Oh, ik heb mezelf. Oh. Ik heb het niet. Wil jij een standbeeld? Ja, in Den Bosch. Superleuk. Bij mij? Ja. Middelbaan op de middenbaan. Ach, oh, wat gezellig. Ja, voor al je radiowerk. Maar wie wil dat nou niet? Waar? Nou, ik hoef dat niet hoor.
Nou, dan weten we dat weer. Dus ik denk dat we elkaar wel weer iets beter leren kennen. Ik ken elkaar al heel erg goed. Wow. Ja. Als je in ieder geval met veel plezier naar deze video hebt gekeken, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Maar tot slot hebben we ook nog een vraag voor jullie. Wie denk jij dat er van ons als allereerste zou gaan bungee jumpen? Laat het even weten in de reacties. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe jullie ons inschatten. Ja, dus met reden. Ja. Mocht je nog niet helemaal uitgeput zijn van ons na het kijken van deze video, dan heb ik goed nieuws. Want we hebben ook nog video's gemaakt op het kanaal van Denise en op het kanaal van Thomas. Die linkjes zal ik eventjes in de beschrijving zetten en dan kan je gewoon nog meer video's van ons zien. En daarnaast kun je ons natuurlijk komende herfstvakantie door heel het land zien. In de theaters. Ik heb daar echt onwijs veel zin in. Het wordt echt heel erg leuk. En ik zie jullie gewoon volgende week donderdag weer om 4 uur 's middags met een nieuwe video. Maar tot die tijd, dit heb ik nog nooit met jullie allemaal gedaan. 3, 2, 1, stay fabulous! Doei!